Het paleis voor volksvlijt in Amsterdam brandde in 1929 tot de grond toe af. En rondom de lege plek die ontstond, liet het een weeskind achter. De galerij. De fontein kon in zijn eentje de oude glorie van het Frederiksplein ook niet in stand houden. En in het mistroostige parkje speelden tenslotte alleen nog wat kinderen. Dit is er over van de galerij die tientallen jaren met zijn winkels de Kalverstraat concurrentie aandeed als trefplaats voor de chic van Amsterdam. Alles in Franse stijl, tot en met het café op de hoek. Ach ja. Met zijn gietijzeren arcaden werd het bouwsel een grillig voorwerp voor de schildersverbeelding. Kinderen vonden er een onvergetelijke speelhoek. En ook oude mensen schenen hier graag te komen. Er hing een tastbare fin de siècle sfeer zonder verwachtingen voor de toekomst. Alles droomde er van vroeger. De slopers zijn de laatste bezoekers. En zij ruimen nu definitief de galerij en de weemoed van zijn herinneringen op. Het is gedaan met de mooie deurkijkjes, de gietijzeren kolommen en de bewerkte arcaden. Met lege ogen zien de beelden van de galerij nog een korte tijd neer op de drukte van het Frederiksplein. Wij aan de overkant van het plein zullen spoedig het oude plaats zien maken voor een machtig gebouw van de Nederlandse Bank, dat met zijn vooruitstrevende architectuur ook voor dit gedeelte van de stad Amsterdam een nieuwe tijd zal inluiden.